ben nu al moe. Denk je radio DJ te worden zodat je niet met je smoel in beeld hoeft te komen? Ah. Ja. Dit is cute. Hallo allemaal, tof dat je weer kijkt. Vandaag ben ik in Utrecht, want daar woont Domien Verschuren. En die kennen jullie misschien wel als radio DJ van 3FM. Ik ken hem vooral als vriend van mijn vriendin Caroline. Die hebben jullie vast wel eens vaker in video's voorbij zien komen. Zijn leven als ochtend DJ vind ik reuze interessant. Dus ik ga een dagje helemaal leven zoals hij. Dit experiment begint dan ook 's avonds, want hij moet er natuurlijk super vroeg uit 's ochtends. Het is nu 8 uur en ik ben bijna bij zijn huis. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij heeft hij een hele drukke dag morgen. We gaan het zien. Hoi. Welkom. Meteen de camera op je kop. Weet ik, hallo. Hoi. Hallo. Zo. Ik ben er en ik heb gelijk al een kopje thee gekregen. Hallo. Hallo. Want over een uur moeten wij al tanden gaan poetsen, hoor ik. Ja, het is nu 8 uur en 9 uur is wel het regime. Voorheen was eigenlijk om 9 uur moest ik in bed liggen en nu is om 9 uur tanden poetsen. Ja. Daar moest ik even processen. Deze was ook een video. Kijk, daar is de kat. Deze was een beetje camera schuw. Ja, dus 9 uur tanden poetsen, 9:30 moet het licht uit. Oké, strikt, strikt. Ja, en als je heel aardig bent, dan komt Caroline nog wat rust te wensen. Oh, en instoppen en een verhaaltje. Ja. Krijg jij dat ook? Nee, verhaaltjes niet meer. Oh. Nee, dit kost allemaal tijd. Dat doen we niet meer. Ja, zij gaat gewoon een leuk leven leiden. Ze gaat turnen. Ga je turnen vanavond? Ja, ja, ze gaat turnen vanavond. Om half, als wij in bed liggen dus ja, al. Oké, goed. Wat gaan we doen morgen? Oké, nou. Even een korte agenda over. Hier is het schema. We moeten om 4:50 moeten we in de auto zitten. Oké. Dus hoe je daar komt, dat maakt me niet uit. Ik kan het liefst een muesli maken, of iets met rijstwafels, of iets met volkoren crackers. Want dat eet ik ook. Dan om 5 uur beginnen met de vergadering. Dus we gaan eerst even nu verzamelen, dus kijken van de kast. 6:30 hebben we echt een vergadering met het team. Dan 6:00 beginnen we het programma, duurt 9 uur. Dan 9:00 is er een crew van Guus Nieuws 3FM. Die komt het nieuwe album laten horen van Guus, en dan moet ik nog reageren. Dan om 9:30 hebben we playlistvergadering, dan gaan we praten over muziek. Vandaag en morgen, 10:00 gaan we naar de dag van Bien en Vara. Dan hebben we om 11:30 koffiemoment om te praten over de uitzending van vandaag en die van morgen. Dan 12:00 hebben we even te lunchen, om 9:30 een fotoshoot. En met een beetje mazzel zijn we om 3:00 klaar. Heb je dit met autocue gedaan? Nee, dit is helemaal. Dit is wel echt mijn ritme. Ik moet dit precies weten wat ik morgen ga doen, zodat ik ook weet of ik een beetje fatsoenlijk moet slapen vanavond. Jezus Christus. Ja. Heb je er zin in? Ja! Ik ben nu al moe. Kijk even wat een super gezellig huisje ze hebben. Met allemaal Disney dingetjes. Kijk, ik heb ook speciaal voor jou mijn Disney shirt aangetrokken. Ja. Ik vind het een heel gezellig shirt. En een van mijn favoriete Disney films. Ja, toch? Dit is het bewijs. Ja. Een nieuw begin. Hey Marije. Hey Domien. Het is wel leuk de huistour, maar dit is gewoon uitstellen van een excursie. Het is 9:00 hè? Slaapjes tijd. Heb jij nog een avondritueel? Ja, verder. Tandenpoetsen in de bed. Oh, vet cute. Kijk nou, er ligt gewoon helemaal een hotel treatment klaar. Da. Ga even in shot, ga je haar doen? Ja, doe jij dat niet? Daar ben ik gestopt met vloggen. Ja, is gewoon, dat ik had gewoon geen zin meer. Shit. Maar je doet nu wel... Zo. Maar je de laatste keer dat door een week van 9 uur wegging. Zonder dat je op reis ging. Toen ik een voetzoekentje ging maken. Dat was wel niet van. Toen ik een voetzoekentje ging maken. Ah ja, dat niet. Oh. Ah ja, dat laat ik in. Je moet nog wat duurder onder hebben. Ja. Oh. Oké, terwijl Domien zijn kleren uitkiest, ik heb dat al gedaan, ga ik nog even make-up eraf halen. Ik weet dat jij dat niet doet, maar de meeste neem ik aan. Ik laat dat zitten. Ja. Het is heel tijd morgen vroeg. Yes, daar komt mijn instopper. Daar is ze hoor. Ben je er helemaal klaar voor me rijden? Ja. Ja, zijn de tandjes gepoetst? Ja. Ja, haakjes gekamd? Ja. Pyjamaatje aan? Nou, die had ik niet mee, dus ik was dit shirt aan. Nou, dan ga ik jou eens even lekker instappen, hè? Nee, ik hoop echt dat je lekker gaat slapen op deze plank. Want dat is het. Het is geen logeerbed, het is een plank. Nee, het ligt echt goed. Oké. Slaap lekker! Doei! Ben je nu al irritant? Nee hoor. Oké. Ik weet niet wat ik ja tegen heb gezegd. Een kopje koffie.
En volgens mij is er nu een overleg. En dan gaat het al heel snel starten. Dat is punt. Hallo. Je mag hier zitten. De politie denkt. Dit is jouw plekje. Oeh. Ik heb 1 uur en 23 minuten kunnen negeren dat ze erbij zit. Maar ze is er wel degelijk. Marije van der Made, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En nu heb jij mij een maandje of anderhalf geleden een berichtje gestuurd. Dat je het leuk vond om een keer het experiment aan te gaan hoe het is om te leven als ochtend-dj. Ja, ik heb hiervoor een dag als Kim Kardashian geleefd. Dus jij was natuurlijk een logisch gevolg. Ja, tuurlijk, zeg je Kim Kardashian en zeg je daarna automatisch Dominique Verschuren. Ja. Dus we gaan nog een hele leuke dag hebben, Marije. Denk ik ook. Dominique, gaat het? Ja, het gaat. Het gaat, het is spannend. Dan krijgen ze gezondheid. Dank je. Dan krijgen ze zo meteen de luistercijfers. Ah. Dat is 1 keer in de maand krijg je dat. Oké. We hebben goede hoop, maar je weet het nooit. Ik verbaas me vooral over de hoeveelheid knoppen. Lekker lente. Nou, de uitzending is dus net voorbij. 3 uur zijn echt voorbij gevlogen. En ik vond het fascinerend om te zien hoeveel er allemaal bij komt kijken om radio te maken. Al die knopjes, al die nieuwsitems. En je moet overal snel op kunnen reageren. Ik vind het echt heel erg knap. Nu is het tijd om eindelijk een broodje te eten. En hij moet ook gelijk weer door voor een item op te nemen. Hij mag zijn ongezouten mening geven over een video van Guus Meeuwis. De nieuwe video. Video, liedje. Dus dat gaan we nu doen. Oké, ik moet heel even mijn pitjes uit mijn kiezen verwijderen. En ik ga heel even... Marije, wil je iets voor mij doen? Ja. Wil je even de koptelefoons uit de pluggen, uit de inputs trekken? Guus Meeuwis, ik heb net een groot deel van je nieuwe album gehoord. Ik ben echt onder de indruk. Het is persoonlijk, het is mooi. Hey Domien, ik heb natuurlijk best wel vaak dat ik niet zo goed uit mijn woorden kom. Jij praat de hele godganse dag. Heb jij wel eens van die dagen dat het allemaal niet lukt? Ja, ja. Ja, ik kan echt 's ochtends vooral... Meestal voel ik het om 6 uur al. Als ik om 6 uur niet lekker uit mijn eerste momentje kom, dan komt het de rest van de dag ook echt niet meer goed. Nee? Dan ben ik alleen maar aan het hakkelen en aan het struikelen en... Hoe vaak gebeurt dat? Nou, ik kom vaak niet op woorden. Ik kwam vanmorgen niet op het woord stop. Oh ja, dat stop. Zag ik. En dan weet ik precies wat ik bedoel. Ik bedoel die dingen. Dat glazen ding wat over de roos in Bellen en Bees zit. Weet ik gewoon stop de tijd. Zo stom. Dus ja, ik heb het ook wel eens. Oké, gelukkig. Achter mij wordt ondertussen de hele playlist doorgenomen van welke liedjes allemaal vanochtend hebben gedraaid. En er wordt bepaald wat er morgen precies wordt gedraaid in de show van Domien. Dus Domien bepaalt in principe zelf de nummers, maar er wordt wel gezorgd dat het binnen de richtlijnen zeg maar past. Als het aan mij lag, dan zouden we vooral Spice Girls, Backstreet Boys, Whitney Houston, Toni Braxton en allemaal van dat soort slechte shit draaien. Helaas gaat het leven als Domien niet zo ver dat ik dat ook nog eens mag doen. Het is inmiddels 10:30. Ik heb het gevoel alsof het 4 uur 's middags is. En dit is mijn derde kop koffie. Daar ben ik helemaal niet gewend natuurlijk. Dus ik sta een beetje te shaken. Maar vooralsnog is het leven van Domien heel gezellig. Ik vind het zo vies om gewoon een banaan te eten uit de hand. Maar het moet. Ik ren hier als een kip zonder kop achter Domien aan om lunch te halen in deze intens grote kantine. Het is echt... Domien, heb je die van beleg hebben? Kijk naar wat je gaat eten. Ja, maar ik wil niet rockplay. Ik ga eten. Ja, maar jij bocht echt dat ik nu in mijn 12 weken zit. Anders had je nu hotdogs moeten eten en carpaccio op een broodje. Dat weet ik allemaal niet. Nu eten we linzen kokossoep. Super lekker. Ja. Het is smakelijk. Ja, dankjewel. Nu komt het sexy gedeelte van de video, toch? Mijn favoriete gedeelte van de video. Ik heb alleen geen wit shirt mee, jij ook niet. We gaan naar de car wash! Gelukkig doen ze dit voor je als het goed is, dus je hoeft er niet uit. Oh. Oké, valt het tegen. Wat een turbulent leven heb jij, Domien. Ja, dit is het meest opwindende van mijn dag. Nou, wederom perfect getimed zijn we terug bij de plek waar we meeten voor een fotoshoot. En dat is voor? Autoweek en Volvo Family. Oké, dus we gaan op de foto. Ja. Kijk hem gaan, kijk hem gaan.
Ja, dit is ook allemaal part of the job van being a radio DJ. Denk je radio DJ te worden zodat je niet met je smoel in beeld hoeft te komen? Tussendoor even Caroline appen natuurlijk. Wat een natuurtalentje. 5 minuten. Niet normaal. Dit is echt... Dit is denk ik de meest bizarre shoot die ik ooit gedaan heb. ik voel me echt een beetje naar. Kijk, ik ben super blij met de auto, maar ik ben helemaal niet zo'n guy die dan... Weet ik veel, hoe groot van zijn pik wil compenseren met zijn auto. Dat vind ik wel een beetje. Nou ja. Mag ik dat zeggen? Moet je dat even wegpiepen? Ik piep het allemaal weg, joh. Zo. Het is 4:30 inmiddels. We zijn weer thuis. De dag zit er nog steeds niet op, want er moet nog mail en zo worden beantwoord nu. Maar je hebt er ook alweer bijna 11 uur op zitten. Bij 11 uur zijn we wakker. In je powervoer. Sowieso. De druivensuiker is goed voor je. Ja, want je bent bezig met een 12 weken fit programma, hè? Ja, waarom? Hele keuken gehoor. Gisteren alles is schaalbaar voor je komst. Caroline boos. En tijdens de mail wordt er dus nog Friends gekeken. Nee, wacht. Hoe het meestal gaat, ik ga dan nu op de bank zitten, dan ga ik Friends kijken, dan gaat 5 minuten goed, dan opeens denk ik, oh ja, ik moet even iemand mailen. Dan loop ik tijdens Friends naar mijn laptop, dan neem ik mijn laptop de bank op. Mm-hmm. Ik zie dus altijd bij influencers, zoals Leonie bijvoorbeeld, Ter Veld, die zie ik altijd super lekker in bed en op de bank zie ik met de laptop bezig. Ja, ja. Dat ga ik ook doen. Ja. Dan trek mijn joggingbroek aan, dan ga ik lekker op de bank zitten. Het is niet relaxed dan zoals het eruit ziet. Helemaal niet. Binnen no time zit ik met mijn benen in mijn nek. Omdat ik alles slaapt en alles kramp, alles tintelt. Ja. En dan ga ik toch weer aan tafel zitten. En dan zit ik dus, Friends staat al aan, maar ik zie helemaal niks van de aflevering. Hey, hoe vond je nou om mij een dag bij je te hebben? Eerlijk? Nee, durf ik niet. Nee, eerlijk. Ik vond jou niet vervelend. Oh, okay. Nee, maar ik vond het heel leuk. Ja. Ik vind het heel grappig om... Ik denk dat ik heel leuk vind om dit terug te zien. Omdat we vandaag, dit is een, nou niet echt een gemiddelde dag, maar dit is wel nog een vrij normale dag. Ja. Maar volgens mij gebeurt er dus best wel veel in. Ja. En ik heb het gevoel dat we echt van hot naar her zijn gerend. Ja. Jij hebt echt gewoon letterlijk gerend. Dan maar wel, de timing, mag ik even, shout-out voor jouw timing. Nee, shout-out voor jouw planning skills. Nee, jij moet je wat mee doen. Ja, het klopt allemaal precies, hè. Het niet normaal. Terrorisme klopte. En we zijn een kwartier eerder thuis dan ik bedacht had. Dat is alleen maar winst. Ik ga nog even een pastaatje eten. Je favoriet gerecht. Kip pasta, kip pesto pasta. Dankjewel voor alles. Het was heel leuk jou te zijn. Ja, ik ga je dus nog wel missen nu ook. Oh. Ja. Dit is cute. Nou, ik heb voor mezelf in ieder geval weer ontdekt hoe lekker het is om gewoon 's ochtends met de radio wakker te worden. En zeker als je dan zo'n sympathieke dude als Domien op de radio hebt, dan is het gewoon leuk om ook diegene steeds beter te leren kennen en gewoon lekker wakker te worden daarmee. Het is gewoon een completere manier om je dag te starten. Zeker met het nieuws, et cetera, wat ze delen. En veel beter, lekkerder, dan met je telefoon weer in je eigen bubbel te zitten scrollen de eerste een uur voordat je uiteindelijk uit je bed gaat. Oh. Daarnaast heb ik kunnen merken hoeveel werk het is om een radioprogramma te maken. Iedere dag weer plannen, die timing, gasten, nieuws. En dat moet Domien gewoon allemaal in zijn hoofd hebben. Ik vind het super knap. Ik zou het tof vinden als je door deze video ook weer eens wat vaker de radio aanzet. En natuurlijk vooral op 3FM. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.